In Wageningen werken we aan de ontwikkeling van allerlei technische producten, zoals lijmen, verven, coatings, maar vooral ook allerlei bioplastics op basis van suikerrijke biomassa. We doen dat uit allerlei suikerrijke bronnen, zoals aardappelen, maïs, tarwe, suikerbieten. En de doelstelling daarbij is eigenlijk dat we dit soort grondstoffen kunnen gebruiken om de producten uit te maken waarmee je dus fossiele grondstoffen bespaart en ook bijdraagt aan CO2-reductie en dus vermindering van klimaatverandering. De uitdaging is om de juiste producten te ontwikkelen uit de suikerrestanten. Nou, we doen dat op basis van bijvoorbeeld suikerbietenpulp, wat in Nederland ook gemaakt wordt door de suikerindustrie. Maar bijvoorbeeld ook restanten van de suikerrietproductie. Maar bijvoorbeeld ook tarwezemelen, een restproduct van de tarweproductie. Het mooie van dit soort reststromen is dat je biobased producten kan maken zonder dat je concurreert met het gebruik van suikers als voeding. De suiker zetten we eerst met behulp van chemie om in kleine moleculen. Die kleine moleculen zijn een soort Lego-stenen. Met onze kleine moleculen kunnen we vervolgens ook duizenden verschillende dingen bouwen, waaronder bioplastics, maar ook verven, lijmen, coatings of zelfs cosmetische producten. We zien hier een voorbeeld van een bioplastic dat gemaakt is uit biomassa. Je kan zien dat het stevig is, maar ook flexibel. En watervast. We werken samen met suikerproducenten, maar ook met de chemische industrie. Door de afschaffing van de suikerquota zal naar verwachting nog meer van die suikerrijke biomassa beschikbaar komen. Mijn naam is Jacco van Haveren en ik ben onderzoeker bij Wageningen University and Research.